naar een klein stukje uit de proloog. Proloog is die tocht van met name vrouwen, oktober 1789, naar het kasteel van de koning. Omdat ze brood tekort hebben en allerlei andere dingen willen. Een klein stukje. Een lange laan leidt als een loper naar het kasteel, waar de regen plassen vormt tussen de stenen benen van symbolische vrouwen. Het water gutst langs de stenen nek van glorierijke mannen en beukt op het geheime deel van het dak, waar de koning zich soms terugtrekt als hij even met rust gelaten wil worden en niet aan het land wil denken, maar aan het vernuftige mechanisme van deursloten en jachtgeweren. De man rouwt met zijn vrouw om hun aan de tering gestorven kleine troonopvolger, uitgemergeld begraven voor een bedrag dat tienduizenden broden waard is. Nu zit hun woning nog wijder om hen heen en nooit zijn ze er alleen. Ze weten zich onophoudelijk omringd door aan- en uitkleders, deuren openduwers, boeketten-aanbieders, gunstensmekers, portretschilders, aanrakers, wijnschenkers, in het oorfluisteraars, wachters, schoonmakers, pleziermakers, vleiers, minnaars, voor- en doorzeggers en de chirurgijn die hem potent heeft gekregen.